Sinterklaas gezien? Ja. Hij heeft een ander paard. Was hij op een paard? Hij is op een bruin paard. Op een bruin paard? Ja. En wat ga je nog meer doen vandaag? Ga je nog je schoentjes zetten vanavond? Ja, en ik heb een nepwortel omdat anders kan die ziek worden. En anders dan gaat hij ook helemaal misselijk worden. En dan, dat willen we dan niet. En dan moeten we wel, dat weet Sinterklaas wel, dat we aan Americo denken. Wat hebben jullie allemaal op het lijstje staan voor Sinterklaas? Een aquarium met schildpadjes erin. Die kunnen zwemmen. Een aquarium? Ja. En wat nog meer? Ik wil modeontwerper worden, dus ik wil heel graag een naaimachine. Dan vragen we er toch eventjes weer aan dat kleine Pietje. Want wil jij, wat wil jij hebben voor Sinterklaas? Een sneltrein. Een sneltrein van Lego? Ja. Die grote, die witte, hè? Is dat het enige wat je vraagt aan Sinterklaas? Dan heb jij een mooi zwarte pietenkostuum aan. Nee hoor, paars met rood. Ja. Zelf gemaakt? Nee. En als je nou Sinterklaas je lijstje moet gaan geven, wat staat er dan op? Een soort naaimachine met een vulling en stof. En een dagboek en een vriendenboekje heb ik alleen nog maar opgeschreven. Maar ik heb ook een tekening voor Sinterklaas. Heb je hem aan hem gegeven? Dat nog niet. Laat eens zien dan. Waar heb je de tekening dan? Of heeft mama die? Thuis. Want Sinterklaas krijgt hem vanavond met de pieten. Je gaat het in de schoen doen? Ja. Ga je er dan ook nog een liedje bij zingen? Ja. Zou je nu een liedje kunnen zingen? Ja. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Nou, wat vond je van de aankomst? Geweldig. Het was druk, hè? Ja, heel druk, maar wel supergezellig. Heb je ook nog kinderen herkend? Waarvan je zegt, ja. Hey. Ja, een aantal. Ja. Voor de rest hoorde ik ook vrij goede complimenten over het strooigoed. Het waren verse pepernoten dit jaar. Klopt. Hebben we expres gekozen, want dat vinden de kinderen meestal lekkerder. Dus ja, dat is ook beter voor ons. Wat vind je van je aankomst hier in Alphen aan den Rijn? Nou, groter dan dit kan toch niet? Dat is toch wonderlijk? Al die kleine kindjes die zo blij worden van ons. En mijn mooie strikjes natuurlijk. Oma en opa Piet, zoals altijd elk jaar, jullie zien er weer prachtig uit. Dankjewel, we doen het. Dankjewel. We zijn ook weer blij om in Nederland te zijn. Dus... Het was een zware tocht. Nou, het was wat koud. Het was een beetje mistig en koud, maar we zijn er weer. Dat is het belangrijkste. Dat wordt natuurlijk wel steeds moeilijker, hè, op die daken lopen. Want vroeger hadden we last van schoorstenen, nu hebben we last van al van die zonnepanelen. Ja, dat is inderdaad heel erg glad. Maar er zijn gelukkig ook mensen, daar mogen we het aan de deur afleveren. Jullie gaan drukke tijden tegemoet. Wij gaan niet meer de daken op, hoor. Nee, nee. Op een bepaalde leeftijd moet je geen risico's meer nemen. Nee. We gaan jullie niet langer ophouden, want er staan heel veel kinderen en daar zijn jullie hier voor, hè? Daarom ook. We gaan gauw verder.